Vandaag ga ik jullie even tonen hoe je een perfect gepocheerd ei maakt. Dus het is heel eenvoudig. Je neemt een ei op zijn geheel. We gaan dat gewoon in een stoomplaatje leggen. En we gaan die eieren stomen 55 minuten op 62 graden. Zo, onze eitjes hebben dus 62 graden, 55 minuten gegaard in de stoomoven. Het voordeel hiervan is dat het is niet alleen maar een perfect gepocheerd ei is, maar je kan het ook bijvoorbeeld, je kan ook het wit van de dooier perfect scheiden. Je kan ook het ei afkoelen in ijswater en het consumeren wanneer je wilt. Dus je kan dat enkele dagen bijhouden zonder enig probleem. Als je zegt van kijk, ik moet een gepocheerd ei, morgen vroeg om 7 uur wil ik gepocheerd ei, om 6:55 steek het, dompel het even in kokend water, haal het uit en je ei is perfect gepocheerd. Of natuurlijk, je kan het onmiddellijk consumeren. Zegt van het komt nu uit de stoomoven en we gaan het onmiddellijk consumeren. Wat doen we? We breken het. Het is perfect gepocheerd en even met een mes erin prikken en dan zie je hoe mooi het gepocheerd is, hoe mooi egaal het is. Het is ook een ideale techniek om dus eigenlijk het eiwit van de dooier te scheiden. Dus we gaan gewoon het koud ei breken, het wit van de dooier houden en dan achteraf de dooier gewoon even opwarmen in de stoomoven.